Ja, toch? Ja, dat is jammer. Maar... Ja, ja, hij heeft eigenlijk een voordeel dat hij topsporter is geweest. Iemand die dat zeg maar, niet is geweest, die minder spierkracht heeft, gaat hij sneller naar richting de rolstoel? Nou ja, het is een goede vraag. Het is voor ons ook een hele nieuwe ervaring. Maar wij samen, wij denken het wel. Ja. Nou, we zitten erin, maar zit er enorm veel potentiële kracht aanwezig was, die gewoon een soort oermens, die heel veel kracht kon genereren. En dat hij daar nog heel veel plezier uit van heeft, dat die kracht nog heel lang aanblijft. Ja, het kan ook zijn dat het de vorm is van de ALS die zich nu manifesteert. In dit geval bij Elko dat die sterker, dat upper motor neuron gedeelte sterker speelt dan het perifere spierzwak. Dat is ook het is heel lastig om te beoordelen, want Ton zei net al, de levensverwachting is gemiddeld 2-3 jaar. Betekent dat er mensen zijn die echt binnen een paar maanden na de diagnose echt overlijden. En er zijn mensen die houden dat 8, 9, 10 jaar uit. De vraag is inderdaad van, is er nou de snelheid van het proces, hè, waardoor je toch nog wat langer dingen kan, of is het je uitgangspositie? Ik denk wel dat als je motorneuronen verliest, dat hoe beter je uitgangspositie is, dat wel wat voordeel geeft. Zo voel ik dat wel en ik denk ook wel dat dat enigszins hard te maken is. Alleen uiteindelijk, ik heb ook wel nog getraind, weliswaar is je lijf voor geen meter trainbaar, maar ik denk niet dat je met trainen het kan uitstellen of verlengen. Uiteindelijk verlies je het. Ja, want je verliest gewoon de aansturing van je motoriek.